zijn eigenlijk allemaal een beetje ja, dingetjes die we nog in het verleden allemaal meegenomen hebben. Dit is de oude voorzitter van de Nederlandse Kegelbond. Goed, het verleden dus hier. Dat was hoe zit het met, de toekomst? Ja, de toekomst wordt natuurlijk een probleem, want dat, per 1 april wil de gemeente de boel dicht en dan gaan ze slopen. Wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik heel erg jammer natuurlijk. Want het is natuurlijk een prachtig gebouw en we zitten hier al zo lang. Het gaat al jaren zitten we hier al tegenaan te hikken. Ik weet nog wel dat wij in 2008, 2009, toen kregen we op oudejaarsdag, want mijn man zat in het bestuur, kregen we op oudejaarsdag de deurwaarder aan de deur thuis. Dat ze per 1 januari het jaar erop de boel dicht gingen doen. En dat werd dan op oudejaarsdag even medegedeeld. Dus dat was ook een beetje vreemd. Maar daarvoor hebben ze dus al heel vaak onderhandelingen gevoerd en er is een keertje een contract gemaakt voor een nieuwe jaar, dat we dus nog weer 10 jaar door konden. En toen zeiden ze van ja, maar we tillen het even over de verkiezingen heen en dan komt er een nieuwe wethouder en die gaat dat dan met jullie samen weer tekenen. Maar ja, toen kwam die nieuwe wethouder na de verkiezingen en die zei van ja, dat begin ik niet aan hoor, dat doen we niet. Dus, maar toen kregen we wel weer, toen mochten we weer een aantal jaren blijven zitten. Dat gaat denk ik al vanaf begin 2000. Eind jaren 90, zo gaat dat dan eigenlijk al iedere keer van, nee, nou, we zijn er nog niet aan toe, dus jullie mogen nog weer een poosje blijven zitten. En, ja. En nu, maar nu is het echt gebeurd. En de oorsprong daarvan ligt in de jaren 60, begrijp ik? Ja, we zijn in 68 hebben ze dus het kegelhuis hier gebouwd, met eigen geld. Alleen de grond is van de gemeente, dus de grond is gepacht. En daar moesten ze dan per jaar een gulden voor betalen, voor de pacht. Dat was dus eigenlijk een beetje een gulden maar. Maar dan onder die restrictie dat het hele pand in 30 jaar afgeschreven werd. En dat het na 30 jaar eigendom van de gemeente was. Dus dat was in 68. Dus dat kwam 98. Kwam dat in één keer naar voren. Ja, nu moeten jullie eruit, want we willen het pand slopen. Dus dat was toen een enorme schrik, want toen hadden we ook nog echt heel veel leden in die tijd. En toen hebben ze dat inderdaad vanaf die periode, is het iedere keer weer uitgesteld. Maar ja, nu stellen ze het niet meer uit, want de sporthal die gaat tegen de vlakte en dan gaat dit ook tegen de vlakte. Hoeveel leden hebben jullie nu? We zitten nu met de Zwolse Kegelbond op ongeveer 50 leden en dan zijn er nog een aantal clubs die niet lid zijn van de Zwolse Kegelclub. Dus die van de bond, die huren dus gewoon de banen van de stichting bestuur. De gemeente heeft onderzocht, want de raad heeft gezegd dat de gemeente moet zorgen dat wij een ander onderkomen krijgen, zodat we dus door kunnen gaan. Nou, dat hebben ze dus onderzocht. Ze wilden dus kijken op de Marslanden om een nieuw gebouw neer te zetten, maar dat werd veel te duur. Ze zeiden, nou, dat kunnen jullie niet betalen. Dus dat werd dus weg en toen hebben ze gewoon besloten van, ja, dat kan dus helemaal niet meer klaar. We doen het niet. Wij zijn zelf nog wel bezig met een gebouw op de Hoge Laar bij de voetbalclub. Die hebben een kleedruimte die niet gebruikt wordt. En daar zouden wij dus 2 kegelbanen in kunnen leggen. Dat zou ideaal zijn als dat kon. Maar ja, daar moeten we natuurlijk ook weer geld voor hebben. Wat is het belang nou van zo'n kegelbaan in Zwolle? Het is ontzettend leuk om gewoon gezellig elke week met je club te kegelen. We hebben maandagavond hebben onze kegelavond. En we hebben altijd zo verschrikkelijk veel lol. Dan gaan we gewoon eerst onze koningspartij gooien, 2 keer 10. En daarna gaan we spelletjes doen. En 1 spelletje is favoriet, dat heet doodskistje. Dus we gaan elke week allemaal dood met kruisjes en hele grote plant. Dat is echt lachen, want dan moet je echt elkaar weer proberen eraf te gooien. Dat is, ja. Het is gewoon heel erg leuk en je blijft er lekker fit bij. Hè? Zeker dus als we hebben bijvoorbeeld op de donderdagmiddag en op de dinsdagmiddag hebben we 2 herenclubs. Die club die loopt zo goed, dat moeten ze op de wachtlijst. Want toen wilden ze dus, dan hebben ze op een gegeven moment dus een keer gezegd, misschien kunnen we nog een keertje 2 banen bijhuren. Maar ja, dat was dan weer net niet genoeg. Maar die zitten dus elke donderdagmiddag hier ook met zo'n 20 man. En die hebben het dan ontzettend leuk. Die vieren alles. Als ze een poedel gooien, dan moeten ze een drankje geven. En als de kleindochter jarig is, dan geven ze een drankje. Die trakteren om alles en die blijven de hele middag zingen. Die hebben altijd zo'n lol. Maar dat zijn echt al mannen die, nou ja, toch wel 80ers vaak. En die gooien een balletje nog. En die hebben het gezellig. Kijk, en als dat stopt, hebben ze dat ook niet meer. Nee. Dan denken van, ja, je moet veel doen voor de ouderen. Maar dan wordt het toch wel helemaal weggevaagd.